We hebben eindelijk een nieuwe coolbox gekocht voor in de camper. Niet deze. Hier zitten schoenen in. En laarzen. Dit is wat we voordien gebruikten. Dus zo'n typische coolbox van het merk Campinghaas. Dat is echt, kijk als je kijkt, dat is echt een coolbox. Een typisch model. En die heeft hier zo'n 12 volt aansluiting. En dan zit hier een ventilatortje. En ik geloof dat er hier ergens... Dus in dat deksel zit er hier dan een koelelement. En daar wordt de lucht doorgeblazen, maar voor de rest doet dat niet veel. Dus dat was eigenlijk onvoldoende. Dat volstond echt niet. Dat systeem heet, hier zie je dat ook staan, thermo-elektrisch. Dus als je een koelkast zoekt voor een nieuwe camper, koop dan geen thermo-elektrisch systeem, want dat volstaat niet. De accu is momenteel aan het opladen. Dus de kabel loopt hier naar binnen. En hier hebben we dan een lader zitten. Die via deze aansluiting en die zekeringkast die daartussen zit. Die accu, we hebben op dit moment maar één accu in gebruik. Ik heb er twee voor het geval dat ik er twee nodig heb, maar ik heb nog maar één in gebruik. Dus die is nu aan het opladen. En dat is de voltzekering die daarachter zitten. En dat is de hoofdschakelaar. Oké, wat ik mijn trapkanaal heb laten zien. Wacht. Second, dat vraagt voor een schroefje waar ik die kan dan ophangen. Oké, veel beter. Dus we hebben ondertussen zo dat bankje ook. Een plooibaar stepje. Dat we op die meetup gezien hebben. En dat is dus de coolbox die we nu gekocht hebben. Die heeft een 240 aansluiting en een 12 of 24 volt aansluiting. Onze accu zit hier. Allee, onze accu zit hierachter, maar de aansluitingen zitten hier. Dus hier hebben we... Eigenlijk de accu hebben we tot nu toe voornamelijk gebruikt voor het opladen van onze gsm's, camera's en dergelijke meer, tablet. En dan weer nog het wachting waar we die ene coolbox soms op aansloten, maar dat deed dus niet voldoende. Als je een coolbox zoekt, koop dus geen thermo-elektrische, koop liever dat systeem. En dat systeem, ik ga hem onder aansluiten, dus op zich deze koelt tot min 10, dus die vriest ook zelf. Dus de inhoud is... 38, net geen 40 liter, dacht ik. En het is van het merk Mobicool, dat staat daar van achter. Past hier ook net tussen. En eigenlijk, dus de systeem die er zijn, heb thermo-elektrisch of heb compressortechniek. En dat is een compressor. Die is nu aansloten. Dus die maakt niet zo heel veel lawaai op 12 volt. En eigenlijk maakt dat ook alleen maar lawaai op het moment dat het aan het koelen is. Dus als dat koel is, blijft dat vrij lang koel. Wat we met die andere coolbox deden, is we van die koelelementen. We staken daar twee koelelementen in en we hadden twee extra koelelementen die in de vriezer zaten op de camping. En dan, van zodra dat nodig was, wisselden we die. Als je die op 240 volt gebruikt, maakt die wel een pak meer lawaai, heb ik al gemerkt. Zeker op het moment dat hem koelt. Maar een keer dat hem koel is, dus nu zie je ook dat hem op 18 graden... is niet aangesloten, dus daarin is het op dit moment nog 18 graden. Moet nog naar, ik denk dat het tot min 5 gaat koelen nu dat denk ik. Nee, tot 5, niet min 5. Maar eigenlijk gaan we ook niet vaak gebruiken op die accu. We gaan dat eerder op de camping aansluiten op de stroom. En die accu is meer voor noodgevallen als we eens op verplaatsing zijn of zo. Dus ik denk niet dat we dat heel veel op accu gaan gebruiken. Ik heb ook nog maar één accu geïnstalleerd. Moest het zijn dat de accu heel snel leeg trekt. Maar ik vermoed dat het wel zal meevallen. Dan kan ik altijd nog een tweede accu installeren, juist voor die coolbox. Want eigenlijk, koken doen op gas, dat zijn die bibon... Daar, die twee. Dus qua elektriciteit hebben we eigenlijk niet zo heel veel nodig.
Eigenlijk is dat de grootste verbruiker. En als je dus, we hebben die voor, ik denk dat 350 was op Coolblue. Dometic is denk ik het grootste merk. Je hebt ook een aantal van die modellen, maar zijn een pak duurder. En ik geloof, het kleinste model was ook 350 van Dometic. Maar dat was maar 10 liter of zo. Dat was echt, of 12 liter, dat was maar een heel klein modelletje. En als je dan naar een bouw van die grootte rond de 40 liter, dan zat je al aan een koelbox van 600 of 900 euro. Dat was een pak duurder. Ze hadden één goedkoper model, ook van Mobicool, van datzelfde merk dat ik bijna gekocht had. Dus de enigste vereisten voor mij waren groot genoeg. Zowel 240 als 12 volt aansluiting. En geen thermo-elektrische, maar een compressor type. En ik had een andere gevonden van Mobicool die denk iets van 200 of 250 was, die nog goedkoper was dan deze. Zelfde inhoud. En daar stond op dat die thermo-elektrisch en via compressortechniek werkte. Maar als ik de handleiding dan lees, bleek dat hem op dat hem enkel compressortechniek gebruikte op de 240 volt en dat hem op de 12 volt eigenlijk altijd via de thermo-elektrische systeem werkte. Dus dat volstond niet. Dus dan hebben we deze maar gekocht. Op het moment kan ik hem net niet open doen. Ja, net wel. Nee, net niet. Maar ik ga dat hier nog weghalen. Dan kan hem meer naar daar en dan ga ik hem kunnen open doen. De batterij is nu nog aan het opladen. Is nog maar op 12,2. Tussen de 40 en de 60% is hem geladen op dit moment. Is dat volop aan het opladen. Ik ga die koelbox ook op de 240 volt steken totdat hem helemaal gekoeld is voor ons vertrek. En pas dan aansluiten op de 12 volt. Ik wist die van het maximum uit de accu te halen. En ik laat zeker nog weten dat dat verloopt met die accu. Dat is eigenlijk het moment, nu dat ik die schroef daar toch uithaald heb, om dat deurtje eruit te halen, dat ik die koelbox meer achteruit kan plaatsen. Seconde.